begin even met ik, maar dat is altijd in verband met u. Want wij zijn samen één. Ik ben op dit moment bezig met het schrijven van een deel 3 van mijn autobiografie. Het zullen er 9 worden, als ik het allemaal mee mag maken. Ik ben nu juist in de periode 62-69, de periode dat ik eindexamen moest doen. En ik heb 9 jaar over de HBS gedaan, HBS-B. Dus ik was niet een heel erg goede leerling. En dat moment waarop ik eindexamen moest doen, ik weet precies 3 dagen van tevoren, werd ik overvallen door een soort paniek die ik eigenlijk al had moeten voelen bij mijn eerste repetitie die ik kreeg, bij mijn tweede repetitie die ik kreeg. Maar die heb ik gedurende die 9 jaar nooit gevoeld. Pas 3 dagen voordat ik eindexamen moest doen, dacht ik, ja, maar mijn God, ik weet niets. Iemand zei mij later dat Socrates ooit tot die conclusie was gekomen. Dus zonder dat ik hem gelezen had, was ik ook zover. Ik was totaal in paniek. En paniek is de staat waarin je bent als de ratio niet meer werkt. Als geen enkel argument geen soelaas meer biedt. Dat wil ik even diep tot u doordringen, want zelfs Spinoza kan niet ontkennen dat hij nooit in paniek geweest is. Dus er zijn momenten geweest dat hij het niet wist. Nou, de rest ga ik uit mijn hoofd doen. Dat heb ik geleerd. Hè. Je begint als acteur of als toneelman met teksten van anderen op te zeggen. Dat doe je de hele tijd dat je denkt dat kan beter. En dan begin je zelf te schrijven. Dat doe je ook een hele tijd. En dan komt het moment waarop je alles loslaat en weet, lul er maar op los, dat komt altijd goed. Voorbij de paniek. En toch wil ik het vanavond als thema met u hebben over Spinoza en paniek en emotie. Want paniek is natuurlijk de uiterste emotie. Verder is alle emotie altijd nog wel enigszins beredeneerd. Maar bij paniek is er niets meer te redeneren. Is er gewoon paniek. Goed. Laat ik voordat ik dat doe nog even iets voorlezen. Namelijk mijn conclusie. Ik zit hier ook vanaf 12 uur. En ik heb gemerkt dat op het moment dat de sprekers de conclusie naderen, de concentratie volledig weg is bij het publiek. Die zitten allemaal te zwoegen. Hoe blijf ik erbij? Wat zei die net en wat gaat er nog komen? Dus ik geef u nu u nog helemaal op het puntje van uw stoel zit, geef ik u even mijn conclusie. Het gaat over 2 jongens die voor de etalage van een boekwinkel staan. En een van die 2 jongens die geeft mij een dag later een gedicht dat hij over deze situatie geschreven heeft. Omdat wij mensen zijn en dus beperkt, scheiden wij om de zin der dingen te vinden het waargenomene in vorm en inhoud. Pas vorm geeft inhoud betekenis. Daarop berust de magie van het begrijpen. Wordt de vorm cliché, verliest het ding zijn betovering, verliest de inhoud zijn magie en daarmee zijn betekenis. De persoonlijke God bijvoorbeeld is vorm. Goed. Nou, ik had helemaal geen staande ovatie verwacht, echt niet. Want het moet allemaal nog tot u doordringen, maar daar heeft u de rest van uw leven voor. Ooit maakte ik deel uit van een duo dat heette Nederlands Hoop in Bange Dagen. En helemaal aan het begin van onze carrière traden wij op in Zeeland. En Bram die speelde toen nog, was toen nog volleyballer. En die had een Europees kampioenschap in Turkije. En hij moest vroeg naar bed.
Maar een kunstenaar of een artiest, beter gezegd, die begint... Mensen vragen wel eens, wat is het verschil? Nou, een artiest doet een kunstje elke keer, herhaalt hij dat tot hij die perfectie bereikt heeft. En een kunstenaar probeert steeds een nieuw kunstje te verzinnen. Dus, maar wij waren de artiest en dan wil je na afloop je graag even, toch nog even in het leven storten. En als je dan in Zeeland bent, is dat een enorm probleem, want daar is geen leven. De cafés gaan dan om 6 uur dicht, want de barkeeper zit graag met zijn gezin aan tafel. En om dan na het eten nog weer helemaal terug te gaan naar de... Enfin, het is na middernacht in Zeeland. En nu is er in Vlissingen, ik kan het u van harte aanbevelen, is er één gelegenheid, is er één gelegenheid die 24 uur... per dag, 7 dagen in de week, geopend is. En dat wist ik omdat ik een paar jaar in Goes had gewoond en daar wel eens heen geweest was. En dat is de sociëteit van het Koninklijk Vlaams Loodswezen. U weet, Vlissingen ligt aan de Westerschelde en een stukje verderop aan de Westerschelde ligt Antwerpen. En die boten die de Westerschelde over moeten om Antwerpen te bereiken, hebben nogal het een en ander voor de boeg. En met een loods aan boord wordt dat allemaal een stukje makkelijker. Tegenwoordig gaat er kunstmatige intelligentie mee en dan kom je ook vanzelf in Antwerpen. Misschien nog wel beter. En ik belde daar aan, er ging een luikje open, het is een sociëteit. Iemand vroeg wie is daar, ik zei Nederlands hoop in bange dagen, komt u gauw binnen. En ik naar binnen. Lastig, was een klein luikje. En ik kom daar binnen, schitterende zaal, twee lampen. Het was vrij donker, maar 2 lampen die zo boven een prachtig poolbiljart schenen op een groen laken, die dat groen zoiets om. En daar zat aan de bar, aan de toog, zat een loods, Vlaamse loods, koninklijke Vlaamse loods. Die zat daar met een glas bier zo in die hand, een beetje zo met zijn hoofd, zat hij zo. En ik moest nogal nodig, dus ik schud hem wakker en die man die schrikt op. En die zegt, wat is het? Ik zeg, nou, waar is hier de wc? En toen zei hij tegen mij, ik ga u even wijzen. Ik ga u een keer even wijzen waar de wc. Ik zeg, u gaat mij wijzen waar de zee. Ik zeg, is dat zo ingewikkeld? Hoezo, zegt hij. Ik zeg, nou, dat er een loods mee moet om mij naar de wc te brengen. Enfin, wij staan te plassen als mannen, als 2 mannen in een urinoir naast elkaar staan te plassen. Dan ontstaat er toch al snel iets tussen die 2 mannen. Dat eindigt dan altijd met, hou jij mijn lul even vast. Dat zijn heel primaire, onsmakelijke situaties. En wij gaan terug, we hebben dus al een band en hij gaat met mij aan de toog zitten. En hij zegt, we raken echt in gesprek. Ik ga een keer uitlaan wat het verschil is tussen schipperen en loodsen. Hij zegt, ga schipperen, dat je schippert. Dat je dus met een bootje gaat varen en dat je een stukje vaart. En opeens, boem, omdat er onder water een klein bultje is, dat bootje tegenhoudt. Dus dan moet je een stukje terug, weer naar rechts en je gaat weer vooruit. Tot het weer, boem, en gaat weer terug. Schipperen is schade en schande. Mag hij ook loodsen? En bij loodsen kun je studeren, boeken lezen, kijken waar de bultjes liggen onder water. En als je precies weet hoe het allemaal zit, dan kun je op je gemakske, kun je er overal langs varen. En dan kun je zo in Antwerpen, maar waar dan ook komt niet. Dat is het verschil tussen. Maar de meeste mensen denken schipperen is het leukste, hoe je niks te weten. Dan kan je gewoon een boek nooit weer mogen. Maar ja, maar een ander zegt, nee, dus als je weet wat er. Dan kun je een koers bepalen, een uitzetten. En dan kan. En opeens begint hij vanuit het niets te huilen, de man vanuit het niets. Ik zeg, wat is er? Ja, mevrouw is bij me weggelopen. Ik zeg, hoe kan dat nou? Ja, hij zegt, ik dacht ik een schipperen, maar het is toch een kwestie van loodsen.
Enfin, we praten nog wat, de avond verstrijkt, of de nacht verstrijkt. En op een gegeven moment komt de loods ligt al te slapen, want we hadden ook nogal wat gedronken intussen. En dan komt de barkeeper en die is in paniek en die begint tegen mij. Ik zeg, ja, ik weet van niks. En die schudt die loodswakker en die loods zegt, wat is er dan al? Ja, er is een schip onder Panamese vlag op de reden van Vlissingen opgehouden. Want hij moet een loods hebben, want hij heeft een levensgevaarlijke lading, een nucleair afval aan boord, die als de sodemieter naar Antwerpen moet, waar ze alle rotzooi van de wereld aan het binnenhalen zijn. En dat moet zo veilig mogelijk gebeuren. Maar ja, die loods is werkelijk starnakelzat. En de eerstvolgende shift die begint om 7:00. Maar dat is te laat, hè, zegt die kapitein. Dat moet nu, we moeten nu binnen. Nu en anderhalf uur moeten we bij de plaats zijn waar we kunnen uitladen. En die loods die kijkt mij aan en ik zit er een beetje bij van... kan ik hier weg, maar ik voel het namelijk aankomen. Die loods die zegt tegen mij, gij gaat een keer mee. Ik zeg, nee, maar ze. Dus ik zo met hem aan de arm naar het loodsbootje. En dat is al een heel gedoe, want dat loodsbootje dat lag in het water en dat ging zo. En wij stonden allebei een beetje zo. Dus dan komt dat moment waarop je zo moet doen. Maar ja, als dan het bootje zo is, dan moet je zo... Ik zal u de details besparen. Wij komen bij dat schip aan. Er wordt een touwladder naar beneden gesmeten. Boven zien we de matrozen. Wij klimmen naar boven. Ik heb die loods op mijn nek. En ik klim 366 treden. Het was een schrikkelboot. Klim ik op. En we zijn boven en die loods die zegt, maar ik ga een keer de patat afgieten. En die loopt zo naar het toilet. En ik word in mijn kraag gevat en meegesleept een trap op. En ik sta opeens op de brug van een schip van, pak een beet, 6 ton. Euro's, hè. En... Dat is nog nooit geweest. Er staat een tweede, derde stuurman, staat een aan het stuur, aan het roer staat een matroos in een matrozen pakje. En kan ook een matrozen pakje geweest zijn, dat weet. Maar hoe je het leest. En opeens ontpopt zich daar de kapitein en die roept tegen mij, the fuck to Antwerp, tegen mij. As soon as the fuck to Antwerp, as soon as possible. En ik zeg, yes, I'm sorry, I'm not a pilot, I'm a comedian. If you want to hear a joke, I cannot. En die komt naar mij toe en die zegt toch een keer met heel veel vocht, the fuck to Antwerp. Ik zeg, man, tegen die man. En ik sta zo naar die tweede stuurman te kijken en die zegt tegen mij, doe nou maar, anders gebeuren er ongelukken. En ik zeg, ja, maar als ik het doe, dan gebeurde er ook ongeluk. Maar hij spreekt geen Nederlands. En opeens haalt die kapitein, die trekt een laadje open en die haalt daar een pistool uit. En die komt zo naar mij toe en die zet dat hier op mijn slaap. En hij geeft die matroos een knietje en die matroos die gaat bij dat roer weg. En hij legt mijn handen, legt hij op die... Ja, wat zijn het? Een soort dildo's die zo... Bij zo'n roer heb je... En die kapitein die zegt nog een keer... terwijl dat ding hier op mijn slaap staat... The fuck to Antwerp! En daar sta ik. He, voor mij ligt de Westerschelde. De gevaarlijkste zeearm... ter wereld, zegt, er is geen rivier ter wereld die naar een haven leidt die zo gecompliceerd is als de Westerschelde. En ik heb geen enkele ervaring. Ik heb eens een keer in een roeiboot gezeten, maar ja, dan zit je met je rug naar je doel, dus dat maakt niks uit. Maar dat ligt nu helemaal voor me. Ik heb geen enkele
theoretische kennis. Kortom. Paniek. Wat moet je doen? Je weet het niet. Dus die matroos die trekt op een zeker moment dat ding naar volle kracht vooruit. En we varen. We varen. En ik sta daar met dat roer. Het gaat een minuutje goed. Ik zeg tegen die matroos, doe nog maar een beetje gas erbij. En het gaat nog iets langer goed. Het gaat echt al een minuutje of vier gaat het hartstikke goed. En die kapitein die kijkt zo naar mij en ik knik hem toe. Ik laat het roer even los en maak een klein pirouetje en pak het weer beet. En op dat moment gebeurde er iets heel wonderlijks. Ik zie daar recht voor mij uit. Zie ik de duisternis, de Westerschelde. En achter mij begint het licht te worden. We zijn voorbij de paniek, hè? Dus dit is een. Dit begint een hallucinatie te worden. Dan ben je eigenlijk op het goede pad. Achter mij wordt het licht en het wordt steeds lichter. Steeds lichter. En opeens zien we zelfs de zon opkomen en wij bevinden ons op volle zee. Kennelijk heb ik iets goed gedaan. Tenminste, waardoor het goed afloopt. Kijk, en er is al heel veel gesproken vandaag. U heeft heel veel boodschappen meegekregen en u heeft heel veel huiswerk. En van de een moet u dit en van de ander mag u dat niet. En niet niks van aantrekken. Eén ding onthouden. Je denkt dat je je einde tegemoet vaart, maar opeens ligt daar de volle zee en de volle zon. Wees niet bang. Je mag opnieuw beginnen. Vastberaden, doelgericht of aarzelend, op de tast. Houd je aan de regels, volg je eigen zinnen. Laat die hand maar los of pak er juist één vast. Wees niet bang voor al te grote dromen. Ga als je het zeker weet en als je aarzelt, wacht. Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen? Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Wees niet bang voor wat ze van je vinden. Wat weet je van een ander als je jezelf niet kent? Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden. Het leven lijkt afwisselend, maar zelfs de liefde wendt. Wees niet bang. Je bent één van de velen en tegelijk is er maar één als jij. Dat betekent dat je vaak zal moeten delen en soms zal moeten zeggen: laat me vrij. Dank u wel.